Hi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. En wat er opvalt is dat Oekraïne uit haar schulp kruipt. En we hebben de afgelopen maanden gezien, half jaar zelfs al zo'n beetje, Oekraïne steeds verder terug en terug moest. Dat is over. Er zijn nu twee plekken waar Oekraïne juist weer aanvalt en grond terug herovert. Alleen, er zijn ook een aantal plekken waar dat nog niet gebeurt en er is iets gaande met Wit-Rusland. We gaan even naar de Deep State Map. We zijn hier bij Rebotene en als we hier kijken, en dan zal ik even een paar dagen teruggaan, dan zie je dat er nog steeds, het is iets meer dan een paar dagen, maar afgelopen maand, je ziet hier bij Rebotene, zie je dat er wat gebeurt en dat de Russen nog steeds verder optrekken. Het grijze gebied waar de Russen opereren, en daar blijft het dan bij, neemt toe. Het is niet zo dat ze het definitief in handen hebben, maar Oekraïne moet hier nog steeds ietsje terug. Geen dramatisch verhaal, maar ja, het scheelt toch wel iets. Gaan we verder naar het oosten toe, dan zijn er wel een paar plekken die van belang zijn. En dan ga ik weer even een paar dagen terug. We zien hem hier al. We moeten vooral hier kijken. Dit is natuurlijk waar ze de afgelopen maanden al ongelooflijk veel hebben veroverd. Want dit is afgelopen maanden verloren gegaan. Dat kwam dus door het munitietekort. Het is puur de schuld in feite van Amerika omdat ze niet leverden. Maar ook van Europa. Dat we te laat leverden. En daar is dit is allemaal mee verloren gegaan. En als we dan kijken. Je ziet nog steeds. Dit is dan 18 juni. 19 juni. 20 juni. 21, nou en zo gaat dat verder. En daar is dus de laatste weken nog steeds wel wat verloren gegaan. En dit is dan het laatste stand van zaken. Dat zien we ook als we ietsje verder naar boven gaan. Nou weet ik even niet zeker waar precies. Ja, oh ja, hier. Ik zal hem even iets meer in het midden zetten. Dit is 25 juni. Dan moet je vooral hier even kijken. 26. 27, daar, 28 juni, ineens hier een aanval bij Toretsk. En daar zal Oekraïne toch iets tegenover moeten zetten. Dus dat zijn die Russische aanvallen waar Oekraïne dan toch iets tegenover moet zetten. En je ziet dus dat dat offensief een beetje in het zuiden lijkt te zitten. Nou, waar komt dan Rusland? Of Rusland, waar komt dan Oekraïne? Dat zien we hier. Als we hier kijken, dit hele front. Dan gaan we, ik ga iets verder terug. Zo. 13 juni is dit. Dus dat is 2 weken geleden. En dan ga ik verder klikken. En dan zie je vanzelf, hier zag je dit stukje komen. Hier is het nog even een rust die naar voren komt. En dan ineens hier. Dat was de 26, ik ga even terug naar de 25. En dan zie je dat daar wat gebeurt en dat de Oekraïners daar, maar dat heb ik al eens verteld in een video, dat ze hier kwamen toch wel klem te zitten tegen die meertjes en daar hebben ze wat aan gedaan. En dan zie je dat de Russen hier dan toch weer terug proberen te komen. En we zien hier wat gebeuren. Dan moet ik even terug naar 28 en dit is 29. Je ziet hier, is er een stukje bijgekomen. Dan het laatste stukje wat van belang is. En dat is helaas voor ons dan niet aangevuld. Voor wat betreft de tijdigheid. Dat zijn die twee stukken bij Kharkiv. Nou, we weten dat hier het een en ander gaande is. En met name hier bij Vovtjansk is er voor de Russen een vervelende situatie ontstaan. Er is een hele brigade vernietigd. En ze moeten terug, ze moeten die stad uit. Nou, de rest van deze stukken, ongeveer 2,5 kilometer vanaf de grens in Oekraïne, is Rusland nu bezig om een loopgravenstelsel te bouwen. Daar wordt wel aan gewerkt door Oekraïne om dat tegen te gaan, maar de Russen zijn nog steeds verdedigingswerken aan het maken. Waarbij dus erop lijkt dat ze wel iets terug willen trekken, maar nog wel in Oekraïne willen blijven. De vraag is of Oekraïne ze dat toestaat. De vraag is ook of Oekraïne daar de moeite voor moet doen om ze daar echt helemaal terug te drijven. Want ze kunnen die soldaten die ze daarin zetten, kunnen ze ook elders gebruiken. Aan de andere kant, de Oekraïners zijn hier
een leger, een Russisch leger aan het vernietigen. En vooral de Russen die hier gelegerd zijn, klagen steen en been, want gewond of niet, ze worden teruggestuurd. En met name de tankbemanningen, die dan een aanval hebben overleefd en vaak verbrandingswonden hebben, worden dan ingezet als infanterie en moeten terug. Hier komen van de Russen weinig mensen terug. En in de Tweede Wereldoorlog was het zo dat Stalin de soldaten die een nederlaag hadden meegemaakt als eerste weer inzette. Hij wilde niet dat aan het eind van de oorlog er soldaten over waren die de nederlagen nog hadden meegemaakt. Hij wilde alleen soldaten overhouden die de overwinning hadden behaald. En dat zien we hier ook eigenlijk gebeuren. Daar waar een nederlaag is gehaald, worden die soldaten het eerste weer ingezet, zodat ze niet in Rusland verhalen gaan vertellen over die vreselijke nederlagen die ze hebben geleden. Dus dat is even een puntje om te onthouden. Dan is er nog wat. Wit-Rusland, Belarusia, die is weer aan het klagen. Want zou Oekraïne heel veel manschappen klaarleggen bij, bij de grens. En daar voelt Belarus zich door aangevallen en vinden ze eng. Nou zijn er Russische soldaten die daar liggen. Dus het is helemaal niet zo gek als Oekraïense soldaten hier zouden liggen. Maar het is een soort valsvlak. Er wordt iets beschuldigd naar Oekraïne toe. Alsof Oekraïne hier Belarusia wil aanvallen. Maar het is een pretext, een manier om ervoor te zorgen dat de mensen die dat willen geloven, gaan geloven dat Wit-Rusland binnenkort aangevallen wordt door Oekraïne. En dat dus een excuus is voor Wit-Rusland om Oekraïne dan maar aan te vallen. Desnoods met de Russische soldaten. Nou, het is deels een bluf om Oekraïne zenuwachtig te maken. Maar ook deels bluf omdat die soldaten van Wit-Rusland, die zijn nodig om het regime in stand te houden. Dus stel je voor dat ze daadwerkelijk zo stom zijn om Oekraïne aan te vallen, dan gaan er een paar dingen gebeuren. Maar één ding wat er gaat gebeuren is dus dat de onrust bij de bevolking van Wit-Rusland gaat toenemen en dat de kans op een echte opstand dan groter wordt. Het tweede wat gebeuren gaat als Wit-Rusland gaat aanvallen, is dat mogelijk een aantal NAVO-landen, waaronder Polen er in ieder geval één van is, zal zeggen van, ho, wacht even, dit is een stap te ver. Wij willen niet dat die oorlog zich zo uitbreidt en wij stappen nu ook in. En dat is een escalatie die de volgende stap naar wat uiteindelijk een wereldoorlog zou kunnen worden, kan zijn. Dus die stap van Wit-Rusland om zoiets te doen, dat wordt wel link. En ik denk niet dat ze het zullen doen. Maar het begin van de oorlog heeft Rusland via Wit-Rusland die aanval ingezet. Daar heeft eigenlijk de NAVO toen lauw op gereageerd. Ik denk dat dat nu niet meer moet gebeuren. En een van die dingen die zou kunnen gebeuren, waar ik zelf voor zou zijn, is stel dat Wit-Rusland daadwerkelijk Oekraïne aanvalt, dat is dat de NAVO op dat moment Wit-Rusland aanvalt. En ervoor zorgt dat die aanval niet verder door kan. Dan stopt het. Dus één slag waarbij Wit-Rusland zodanig geraakt wordt dat ze de verdere aanval op Oekraïne staken. En daarmee de angel eruit halen. Daarmee kan je ook duidelijk maken naar Rusland van dit is de grens. Je kan tot hier en dan slaan we toe. Ze staan dan toe op Wit-Rusland, niet op Rusland zelf. Dus dat is eventjes een heel belangrijk gegeven, dat ze dan de NAVO alleen in Wit-Rusland doelen raakt die ervoor zorgen dat Wit-Rusland die oorlog in Oekraïne niet verder kan voeren. Ik denk dat dat een gepaste reactie zou zijn als Wit-Rusland daadwerkelijk zo'n stap zou maken. En ik denk dat de NAVO dat heel duidelijk moet maken naar Wit-Rusland en naar Rusland toe. Van let op, jullie kunnen spelen met vuur, maar als je dat doet, heb je kans dat je jezelf vreselijk verbrandt. Dat zou mijn insteek zijn in deze zaak.
Hetzelfde zou eigenlijk moeten gelden voor Noord-Korea. Van stel je voor dat je soldaten stuurt, dat de Noord-Koreaanse soldaten daadwerkelijk hier in bezette gedeelte van Oekraïne verschijnen. Ja, dan moet daar ook een escalatie naar Noord-Korea zijn. Jaren geleden was er hongersnood in Noord-Korea en uit humanitaire overwegingen is toen hulp gestuurd naar Noord-Korea. Dat was humanitair een goede zaak, maar het heeft het regime wel in stand gehouden. En daar hebben we nu de ellende van. Dus hoe vervelend dat ook klinkt, ik denk dat je Noord-Korea daarin niet meer zou moeten steunen. Hoe vervelend dat ook is, maar Noord-Korea, als die mensen dat regime zo graag willen hebben, dan is dat met de ellende die daarbij zit. Willen ze dat regime niet hebben, dan zullen ze in opstand moeten komen. Het feit is, het is bijna onmogelijk geworden om dat voor elkaar te krijgen, omdat het regime zo machtig is. En hoe komt het dan zo machtig? Ja, alle wapens in handen van het regime. De soldaten die hebben een extra macht dankzij het feit dat ze soldaat zijn. Die macht, die welvaart willen ze niet kwijtraken. Ja, zolang dat het geval is, zal dus dat regime zo blijven ontstaan. Maar hoe vervelend het ook is, als wij hulp gaan sturen naar de bevolking, wordt daar het regime sterker van en krijg je dus wat we nu hebben. Dus vandaar dat dat dan niet meer zou moeten gebeuren, denk ik. Maar ja, goed, hoe vervelend dat ook is, want die bevolking zou er eigenlijk niks aan kunnen doen. Maar aan de andere kant is het wel de bevolking die dit regime dus genoeg steunt dat het zo door kan gaan. En als je een keuze hebt, doodgaan van de honger of doodgaan door een opstand, laat dan maar zien dat je doodgaan door een opstand in staat bent. En dan kunnen we altijd nog kijken of we dat kunnen ondersteunen. Maar daar hulp naartoe sturen waardoor het regime sterker wordt, is gewoon zeker niet goed om te doen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer dan. Ik ben op weg naar de 20.000 abonnees. En het zou toch ontzettend leuk zijn als ik dat eigenlijk voor 1 september nog zou halen. Ik weet niet of dat kan, maar het zou wel hartstikke leuk zijn. Als je daarmee wil helpen, dan een extra duim ook voor jou. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Ik schrijf over de beurs, ik schrijf over de maatschappij, ik schrijf over de oorlog. Heleboel onderwerpen, maar het gaat voornamelijk daar om geld verdienen en hoe je dat dan zo goed mogelijk kan doen. Maar ik neem ook andere onderwerpen mee. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!